We staan hier op een perceel van 9 hectare. Midden januari hebben we hier gezaaid met een drone. Het land was eigenlijk veel te nat om overheen te rijden. Dus andere manier van zaaien, dat ging niet goed. We hebben hier 10 kilo phacelia gezaaid en 10 kilo winterrogge. Die zaden die hebben we gecoat. En vervolgens hebben we die met drones uitgezaaid. De voordelen van het zaaien met een drone op dit perceel zijn onder andere geweest dat je op kan zaaien als het anders niet kon met een trekker-zaaicombinatie. En dat je niet over de bodem hoeft te rijden, dus daarmee ook niet de bodem verdicht bijvoorbeeld. Regeneratieve landbouw draait eigenlijk voor ons om de grond zoveel mogelijk bedekt te houden. Minimale bodemverstoring, dus eigenlijk zoveel mogelijk grondbewerking. En als die gebeurt, effectief mogelijk. Blijvend groen houden, dus eigenlijk altijd zorgen dat het bovengronds en ondergronds bodemleven en biodiversiteit bovengronds kan zijn. Binnen die proef proberen wij de telers te begeleiden in het maken van keuzes en hun te inspireren op wat zij nog meer kunnen doen om de bodem meer centraal te stellen. Onder andere door de groenmesser hebben ze hier aardig wat weidevogels genesteld op het perceel. Ongeveer 11 nesten. Vanwege dat het sowieso nog steeds een nat voorjaar is en dat de vogels er nog zitten, is er nog steeds eigenlijk niet gepoot. De planning is om binnenkort wel te gaan poten, maar dan wordt er dus om de nesten heen gewerkt. Een drone met warmtebeeldcamera heeft een ronde gevlogen over het perceel. En door middel van die warmtebeeldcamera's kan je dan zien waar de nesten zitten. Zie je warme plekken en daarna worden ze door vrijwilligers al die nesten nauwkeurig gelokaliseerd. Waarna ze een soort van ingetekend op de kaart worden. Nu, na tweede Pinksterdag, moeten de aardappels er nog in. Dat is relatief laat, maar voor dit perceel niet zo erg, want het had wat meer tijd nodig om droog te worden. Daarmee kunnen de nesten ook grotendeels uitkomen. Om de bodem te sparen kiezen we voor een systeem waarbij we heel oppervlakkig de grond bewerken. Dus we halen maar zo'n laagje los. Daar kun je de aardappels niet in poten, je hebt meer nodig. Daar waar we de aardappel poten, frezen we dan wel de grond los. Dus we hebben een vak wel gefreesd en we slaan een vak over. En dat wat we overslaan, dat mag eigenlijk verder groeien. Er mogen bloemen komen te staan, er mag het gras komen te staan voor de insecten. En in de hoop dat die straks de predatoren aantrekken. Om wanneer er hier dan biologische aardappelen staan, de plagen binnen de perken te houden. De eerste trekker die haalt eerst de ongelijkheid weg door een kopeg die gewoon lichtjes aan het koppensnellen is. Daarachter hangt een mulcher, dus die schaaft echt de grond weg. Al het vuil, alles wat er staat, dat schaaft die weg. En je ziet de wortels blijven achter. En dat zijn belangrijke kanalen die ik intact wil houden. Daarachter is die strokenvrees. En die vrees dan nu op dit moment alleen de strook waar de aardappel komt. En daarachter rijdt de pootmachine. We zitten kort achter elkaar, want er wordt regen verwacht. En deze grond die hier klaar ligt, die kan ook weer een buitje hebben. Dat is ook weer een vorm van een beetje robuustheid. Voor de toekomst is de zoektocht naar minder chemie, dat blijft maar voortgaan. En daarbij heb je eigenlijk de natuur nodig. De natuur heeft ook werende en afwerende functies. Je kunt een betere structuur krijgen door de ploegen en de vorst erin. Maar die vorst die komt niet meer. Niet meer zoals we dat gewend waren. En de beworteling kan ook een hele mooie structuur brengen. Ik heb nu hele goede ervaringen met phacelia. Goed, dat is anders dan 5 jaar terug. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik over 5 jaar weer wat anders roep. En dat is wel pionieren.